bij de, daar stond er Joop. Dus die kan er sowieso niet komen dan? Die kan er sowieso niet komen? Ja, die komt nou vanavond nog, maar ik heb gezegd, ja, eentje in de lengte. Oh, zo. Dus twee foto's boven elkaar hebben ze ook in de breedte gemaakt. En toen stond er duurzaam energie en beide, daar stond er Joop. Dus die kan er sowieso niet komen dan? Die kan er sowieso niet komen. Ja, die komt nou vanavond nog, maar ik heb gezegd, doen we ook in het archief, hè. Dus dat bewaren. Ja, oké. Okay, ja. Nee, ja, wel, natuurlijk wel twee kanten aan de zaak. Ik zit er altijd in, ooit maar dat is overal. Dat is overal. Kijk. Ik had de projectontwikkelaar. Ik wil Millingen aan de Rijn staan, ja, maar op de boom gaat van René. Ja. Opzetten, u bevindt zich hier. Ja. Wat je kunt doen, hè? Keihard lachen. Je moet je met de hand erop zetten. Geen probleem. Ik heb basketbal gedaan nu. Nee, ja, dat is. Dus even afwachten. Maar als het hard waait. Ja. Ik zeg dat hij omgaat. Je bent overal zo pessimistisch. Nee, hey, maar ik ken wat de kracht doe van, je? Ik ken de kracht van wind. Ja, kracht van wind is. Ja, dat is wel aan jouw kapsel te zien. Ja, dat weet ik. Tegenwind. Tegenwind, jongen, altijd. Ja. Ik moet even kijken welke de oude hier op staat. Zo moet je lezen, als je de man. Ja, ja, nee, is, die zijn natuurlijk in het landschap. Die had twee met drie moeten worden. Ja, nou, kijk, hier heb je de kaart. Ja, 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 ik zie het. En dan zie je dus. Zo is dit er niet, hoor. Ja, die had nog zo'n. Dit is de plaats van de bijen. Ja, onderin. Dit is het stuk helemaal van wiek. Ik word helemaal verkeerd achter wat sorry, van zebra. Ja. En dit is een stukje van piek. En dat is een stukje van kaart. Nu zegt u dus, de molen, hier, de linkse René, ja. Hier, die zit links, dat die alleen, dat die op beide kwam. Die zei nee, op land. Dus die willen 100 hectare hier, plus dat. Ja, ja, dat vond ik ook wel plus zo. Dat, plus dat. Ik heb niet. En de plaats die er nog aan zit te komen. En dan hier, en dan zit er nog eentje aan te komen voor 15 hectare. En dan zitten we in 185. Ja. En dan zeggen ze wat, ja, jullie hebben niet de goede cijfers en jullie doen het verkeerd. Maar dat is helemaal niet zo, wij tellen alles bij elkaar. Ja. Kijk, als ik een boterham wil eten, hek kan brood alleen, hek niks. Dan moet ik ook belag hebben en ook boter hebben, anders wordt het niks. En dat is hetgene wat ze hier proberen te doen. Alles uit elkaar trekken en dan proberen het, ja, ons maar wijs te maken. Ja, dat lukt dus niet. En daar worden ze zo zenuwachtig van.
erin, denk ik. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hier begonnen? Nee. Wat ben jij gewas? Over jouw En dit willen ze nu inderdaad allemaal volleggen met zonnepanelen. Gisteravond hebben we de gemeenteraad inderdaad gehoord wat de plannen zijn, hoe ze dat willen doen. En dan zie je dus ook van dat er toch nog steeds tegenstrijdige belangen zijn. Ook Wim Bakker, die dus dan zegt 100% 100 hectare grond en 50 hectare zonnepanelen, wil ons ook niet garanderen dat het alleen... dat het op water en land komt, nee, alleen op land. Het gevolg hiervan is dat alle andere gebieden ook blijven bestaan,
Dat wil dus zeggen die 100 hectare van Wim Bakker, plus 40 hectare, ruim 40 hectare van de plas van de Bijen, plus het gebied van Wiek, 5,7 hectare, dat is tegenover de Rijnhof, en dan nog een keer 6,3 hectare bij de waterzuivering. En als we daar nog bijtellen wat er in de tweede ronde komt, en dat is dan de Zeelandse Hof, en dat is 13,4 hectare, plus nog iets wat in de pijplijn zit, wat ze ons nog niet door willen geven, maar dat is 15 hectare, dan zitten we toch weer aan die 185 hectare, zoals wij steeds beweerd hebben. Gisteravond ging het ook alleen maar over het plan van Zebra. En dat wou men niet terugnemen, dus nu ja, wordt er opnieuw doorontwikkeld. Er komen nu nieuwe plannen, of althans, dat wil dus zeggen, ze moeten de plannen nu uitwerken. En dan komt er een aanvraag voor een omgevingsvergunning, of in ieder geval een bestemmingsplanwijziging. En daar gaan we dus straks dan een oordeel over krijgen. En in die tussentijd proberen wij toch nog maar steeds met onze vereniging Duurzame Energie Bergdal om duidelijk te maken waar het nu over gaat. Want iedereen vertelt zijn eigen verhaaltje. Het is beetje bij beetje en je moet die stukken allemaal aan elkaar leggen. En dan weten we dus inderdaad dat het over 185 hectare gaat. En die zit heel mooi. Dus die andere moeten ze straks nog eens anders maken.